Woningen toevoegen aan de woningvoorraad door splitsen en transformeren. Hoe werkt het en waar liggen de kansen? Vandaag een nieuwe kans in De Pijp, Amsterdam-Zuid, een van de meest gewilde buurten in Amsterdam. Een splitsingsproject waar we één pand gaan splitsen naar 5 zelfstandige woningen. Nou, wil je binnenkijken, wil je het project zien? Blijf dan even hangen. Nou, welkom in woning 1. Dit is de dubbele benedenwoning die we zo meteen gaan splitsen van de rest. We hebben hier ongeveer 170 vierkante meter. En dat gaan we ook bereiken doordat we hierachter, hiernaast mij, hebben een hele mooie diepe tuin. En daarnaast hebben we ook een uitbouw die we gaan realiseren over meerdere verdiepingen. De buren hebben het al, dat zal ik zo buiten laten zien. Maar doordat we gaan uitbouwen, balkons gaan realiseren, kunnen we hier prachtige woningen maken. Dus een dubbele benedenwoning, een schaarse woningtype in Amsterdam. Nou, dat gaan we helemaal tip-top maken, maar ik laat jullie nu vooraf zien hoe het before is. En dan kunnen jullie straks, na afloop, nou, tussen de 9 en 12 maanden, zal ik het eindresultaat laten zien. Maar ik zal jullie meenemen in hoe we dit volledig gaan aanpakken. Zoals je hier achter mij kunt zien, heeft het pand 6 verdiepingen. Wat ik al zei, we hebben een dubbele benedenwoning, dus een souterrain en een begane grond. Maar wat ik visueel duidelijk wilde maken, is dat we hiernaast zie je al dat de buren de uitbouw hebben. De buren hebben ook op alle verdiepingen een balkon. Ook dat is iets wat wij gaan doen. Meerdere balkons realiseren, een uitbouw realiseren. Zodat we waarde toevoegen aan het pand. Extra vierkante meters. Zodat we die waarde naar verbouwing ook kunnen beïnvloeden in een positieve zin. Welkom in het souterrain. We gaan bij dit pand ook de fundering herstellen. De fundering is nog niet goed genoeg. We hebben nog niet funderingscode 2. We willen het kadastraal splitsen. Dus de fundering zal hersteld worden. De werkzaamheden zullen hier straks plaatsvinden. Veel mensen vinden het spannend om een fundering te herstellen. Maar ik laat ook transparant zien dat wij dat gewoon gaan doen. En hoe we dat gaan doen. Dus wil je meer weten over hoe je een fundering herstelt en wil je misschien een extra video daarover? Laat het even in de comments weten. Zet dan even fundering. Dan weten wij dat we een extra video moeten maken over hoe je dat precies aanpakt. Maar de fundering, dus de draagkracht van het pand, gaan wij in orde maken. Want het pand is van voor 1940. We willen dus zometeen aan de gemeente aantonen dat we een fundering hebben die voldoet aan alle eisen. Waarmee we dus dit pand kadastraal kunnen splitsen. Wat we hier verder gaan aanpassen is dat we het gaan uitgraven. Want je ziet hier dat we niet voldoende staalhoogte hebben. De staalhoogte wordt zometeen minimaal 2,10 meter. En daarnaast hebben we ook de ramen. Dus er is voldoende daglichttoetreding dat we dit zometeen allemaal als verkoopbare vierkante meters hebben na verbouwing. En dan neem ik jullie nu graag mee naar de bovenverdiepingen, want daar gaan we meerdere appartementen splitsen die ik jullie graag laat zien. Nou, welkom op de eerste verdieping. We hebben hier ongeveer 65 vierkante meter. We gaan zometeen meerdere buitenruimtes creëren. We hebben al een balkon voor, er komt zometeen een balkon achter. Twee slaapkamers. En je ziet dat dit appartementtype van ongeveer 60, 65 vierkante meter, die gaan hier zometeen voor rond de 11.000 à 12.000 euro de vierkante meter. Dus een zeer gewild woningtype. De Pijp, Amsterdam-Zuid. Het is een van de beste locaties in Amsterdam. Eigenlijk is dit meer een soort renovatieappartement, want we gaan de kozijnen aanpakken, we gaan verduurzamen. We gaan voor minimaal energielabel A. En daarnaast gaan we het gewoon tip-top brengen, zodat het voldoet aan de eisen van de woonwensen van de doelgroep. Nou, het mooie van dit appartement is dat hij al redelijk goed ingedeeld is. Hier achter mij heb je de oude badkamer. En we gaan de nieuwe badkamer ook op dezelfde plek zetten. Dus dat scheelt weer qua leidingwerk. Dat scheelt weer qua verbouwingskosten. Daarachter hebben we ook de keuken op de juiste plek. Dus scheelt weer in de kosten die we zo meteen gaan maken. Welkom alweer op de volgende verdieping. De derde verdieping met het volgende appartement. Een beetje vergelijkbaar met het appartement beneden. Wat ik hier kan vertellen ook is misschien iets over de totale bouwkosten. Want dit project, we verwachten dat dit tussen de 9 en 12 maanden gaat duren. Kan ook eventueel tegenvallen, maar dat is de raming nu. En de verbouwingskosten die wij nu geraamd hebben zijn ongeveer 2400 per vierkante meter. Omdat we ook deels de fundering moeten herstellen. Maar ook omdat er moet gewoon best veel gebeuren in dit pand. Dus in absolute zin verwachten wij ongeveer tussen de 9,5 ton en 1 miljoen euro aan verbouwingskosten te hebben voor dit pand. Nou, daar komen dus 5 woningen uit. 5 woningen die tip-top gerenoveerd, verduurzaamd en weer teruggebracht worden op de woningvoorraad. Of worden toegevoegd aan de woningvoorraad. Dus ja, dit zijn de kosten. En dit is de doorlooptijd voor mocht je zelf overwegen om zo'n project ook te gaan doen. Nou, nu we de verbouwingskosten en doorlooptijd weten, wil ik je graag meenemen naar de volgende verdieping. Waar best wel wat contrast is met wat authentieke details. En ik ben benieuwd wat jij ervan vindt of we die details moeten behouden. De scene is green, het thema is groen. De bewoner had een groene keuken, groene woonkamer. En je ziet zometeen ook een aantal authentieke details. Zullen we die behouden op het plafond of juist niet? Maar wat we hier gaan doen, het plan is hier dat wij dus ook dit helemaal gaan strippen. Alles glad gaan trekken. Een woning weer met 2 slaapkamers gaan maken. Een appartement volledig verduurzaamd, gerenoveerd. Die er tip-top uitziet, zodat we de maximale vierkante meterprijs kunnen gaan behalen. Nou, een van die mooie authentieke details zijn deze moederhaard. En we hebben hier op het plafond natuurlijk bepaalde details die ook authentiek zijn.
waarvan ik me dus afvraag of we die zouden moeten behouden. Nou, dat gaan we sowieso renoveren en waarschijnlijk misschien zelfs van het gas af, maar dat moeten we nog even bepalen. Maar wat er ook is, is dat we hier, er waren diverse lekkages. Dus met dit soort panden is het ook, jouw verdienmodel zit in het oplossen van problemen. Dus hier hebben we een verdunningsprobleem, hier hebben we problemen met diverse lekkages. We hebben hier enkel glas, we gaan ook de kozijnen gaan we allemaal vervangen. Het zijn allemaal problemen waar mensen soms voor weglopen, maar dat is juist in het vastgoed. Zit daar jouw verdienmodel in. Als jij die problemen allemaal gaat oplossen, je gaat verduurzamen, je gaat renoveren, dan zie je dat de doelgroep jou daarvoor gaat belonen met de maximale vierkante meterprijs en daar zit ook jouw winst. Nou, de kers op de taart is op deze verdieping. Dat zou je niet zeggen als je hier rondkijkt, want het ziet er een beetje uit als een spookhuis. Maar wat we hier gaan doen, is we gaan een extra woning creëren. Dit is officieel nog bergruimte, maar met de vergunningsaanvraag wordt dit dus woonruimte. Het bestemmingsplan staat ertoe om hier woonruimte van te maken. Het wordt een volledig appartement. We gaan werken met dakkramen en dakkapellen om extra daglichttoetreding te creëren. Zodat we hier gewoon een mooi, licht appartement hebben. Nou, je zult het niet verwachten, maar hier achter mij heb je ook gewoon een badkamer. Er is gewoon een badkamer. Er is gewoon ook een natte groep aanwezig. Dus er kan hier gewoon gewoond worden. We gaan hier een leuk appartement van maken die aan alle kwaliteitseisen voldoet voor de eindgebruikers. Nou, ter afsluiting van deze video wil ik ook nog een van de voordelen van dit pand benadrukken. Voor dit pand is er namelijk geen VVE. En dat is een voordeel, want dan hoef je niet te onderhandelen met buren in hetzelfde pand over de voorwaarden. Dus bijvoorbeeld ook over het toevoegen van deze zolderverdieping als woning. Nou, dat kunnen we dus zelf bepalen. We gaan dus ook zelf de splitsingsakte opstellen. Alle voorwaarden, alle regels zelf opstellen of laten opstellen door een externe partij, door een notaris. Om de voorwaarden, de regels van dit pand zelf te bepalen. Dus wij kunnen zelfstandig gaan de indeling gaan bepalen, de kozijnen gaan bepalen, de kleur van de balkons bepalen. Dus dat is een voordeel voor jou als ontwikkelaar als je een pand hebt, een heel pand zonder VVE, zodat je dus zelf de voorwaarden kunt bepalen. Wil je dat we een tussentijdse update plaatsen van deze video, van deze verbouwing? Laat het even weten in de comment sectie. Vond je het een waardevolle video? Vergeet hem vooral niet te liken, vergeet je vooral niet te abonneren. Wij zien je heel graag bij de volgende video, waarbij we dus eventueel alle vragen beantwoorden over het funderingsherstel, over de verbouwingskosten. Laat het weten in de comment sectie, dan zien we je graag bij de volgende video.